tweede kamp was dat, of op de grond lopen, dan wordt het vaak. Goed, die veiligheid dan, gaan we bewustzijn controleren. We gaan bewustzijn controleren, wij gaan dat controleren door een goed aan te spreken. Dag mevrouw? Zit bewust. Als ze niet reageert, ja, dan moet ik iets meer doen. Hè. Dan ga ik weer een paar schouders doen. Maar ik ga ook de twee schouders doen. Waarom? Als ze bewust zijn, kan het ook zijn dat ze ergens iets in het hoofd gekregen hebben. En dat ze één langs de ene kant van land zijn. Dan gaan wij zorgen, als we de twee schouders vast hebben, dat ze aan beide kanten een prikker kunnen krijgen. En dat de mogelijkheid hebben om te reageren. Als ze bewust zijn en het spreken, oké. Okay.